I have wooden shoes. Yeah. Hey, this is Steve Ritchie. I would like to introduce you people, Mr. Gerard van de Sanden. He owns and runs the Dutch Pinball Museum. If you haven't been there, you need to be there. If you're not there, you're crazy. You have to visit, I mean it. Steve Ritchie saying, this museum is the best one in the world. It works. Zo, we zijn in Chicago beland. De grootste pinball expo van de wereld. Chicago, sinds mensenheugenis is hier al pinball industrie actief. En wij gaan vandaag hele leuke dingen doen. We gaan een fabriek bezoeken. En ze zijn bezig met de opbouw van de grootste zaal die je kan bedenken. Met vendors, met flipperkasten, met sprekers. Er zijn ook seminars. En we gaan er een hele mooie aantal dagen van maken. We zijn hier tot en met zondag. We zijn hier in totaal 5 dagen. En wat een genot om hier te mogen zijn. We hebben onder andere een bonnetje gekregen om een James Bond flipperkast te winnen. Als we hem winnen, nou, dan zou je hem ook wel in het museum mogen verwachten. We kijken even om je heen. Het is nog in aanbouw. Het gaat morgen pas echt open. En wij mochten al een exclusief kijkje nemen in wat er allemaal gaande is. We mogen niet verder, want er zijn strikte protocollen hier. Wij hebben er heel veel zin in. En hou ons in de gaten, want er komt hierna nog heel veel meer over flipperkasten. Vind je het heel saai? Joh, niet verder kijken. Stop hier. Want alles wat hierna komt, heeft alleen maar met flipperkasten te maken. En voor degenen die wel blijven kijken. Nou, zo'n expo, waar bestaat het nu eigenlijk allemaal uit? We hebben seminars. 3 dagen lang allerlei sprekers in allerlei disciplines en vormen uit de pinballindustrie. Of je hebt je eigen flipperkast gemaakt. Of de grote jongens, de Stearns en de Jersey Jack pinballs met hun mooie verhalen. We hebben zelfs Nederlandse inbreng met Jean-Paul de Win. Die hier hele mooie verhalen gaat vertellen over zijn werk wat hij doet voor Jersey Jack pinball. Het Pinball Magazine uit Nederland komt hier verslag van doen. We kunnen een wedstrijdje doen. Er is zoveel meer. Maar eigenlijk waar het allemaal om draait is het samenkomen van. Flippy is onze mascotte. En wat is nou mooier dat je duizenden mensen bij elkaar treft en dat je rondloopt en dat je altijd wel een bekend gezicht ziet waar je een mooi verhaal mee kan halen. Zo komt hier bijvoorbeeld Christopher Lenaar, exporteur, distributeur uit Luxemburg, verkoopt flipperkassen. Gaan we ook op het DPO zien. En ja, zo zie je maar, komt iemand langs en er is altijd weer iemand bekend te zien. Inspiratie komt natuurlijk in vele vormen. Waar we nu staan, bij welke stand, deze stand, had ik al een keertje wat filmpjes gekeken, maar ik sta er nu live bij. En met die gedachte heb ik een paar jaar geleden de opdracht gegeven aan wat jongens in Nederland, een vader en een zoon, kunnen jullie iets vergelijkbaars maken? Die zijn begonnen, die hebben voor ons hele mooie testcases gemaakt, maar hier is zoveel inspiratie uit te halen van ons. Allemaal knopjes, hoe werkt een mechaniek? Het is, ja, het is fascinerend. Zullen we ze gewoon even allemaal een beetje langs gaan? Het jetbumper. Je pakt een bal op, je laat hem aan de ene kant vallen en... Nou, dat is toch fascinerend? Wie wil dat nou niet? Het balletje, je schiet hem af, je kijkt tot waar je gaat komen. Ah, werd niet gehaald. Game over mijn lijf. Het is van een oud spel, met een niet met een baseballspel. Je schiet een bal en dan daar komt hij. Fascinerend. Met magneetpulsjes, de bal. Ja. Ik zou heel de collectie wel willen kopen. Kijk eens hoeveel verschillende mechanieken er niet zijn. Allemaal ja, van de bestaande flipperkassen gebouwd. Dit was bijvoorbeeld een spel dat zat in een flipperkast in de kopkast. En dan kon je door het balletje af te schieten. En je had ze allemaal tegelijk kon je een extra bal verdienen. Bij deze, wie kent hem niet van vroeger? Het bumpertje wat tussen de flippers omhoog kwam. En dan kon je een tijdje lang niet je bal verliezen. Maar als je dan weer wegging, was je je bal wel weer kwijt. Een drop target. Met je vinger leg hem naar beneden. Dan komt hij terug. En dan kan je mooi de werking zien van. Dit is een krachtmeter. Dus je schoot een bal tegenaan. En hoe krachtiger het was, hoe meer punten jij haalde. Heel mooi mechaniekje. Een teller, een drop target. Je schiet er tegenaan en je ziet de lampjes bewegen. En dan krijg je 1000 punten. Nog een keer 1000, 2000, geweldig. Maar een heel klein gedeelte was boven het speelveld zichtbaar, maar onder het speelveld was dat ja, wat meer. De chimes, in alle oude flipperkasten zat er altijd een bellen, die zijn er massaal uitgesloopt. Iedereen vond het een super irritant spel. Is ook vrij zeldzaam als je dan ook zo'n chime nog in je flipperkast vindt. Dan moet je je voorstellen, je staat in een kroeg
En heel de dag hoor je dit. Nou, word je daar vrolijk van? Ik wel. Maar de meeste mensen worden daar echt niet vrolijk van. Bij een stand met pre-war games. Dat wil zeggen, die zijn voor de oorlog gemaakt. Voor de oorlog heette ze natuurlijk geen pre-war games, want ze wisten nog niet dat er een oorlog aankwam. Dat hebben ze natuurlijk later zo genoemd. Deze hebben wij ook, alleen hij moet nog gerestaureerd worden. En ik ben heel benieuwd naar de gameplay, want het schijnt echt een fantastisch spelletje te zijn. Je moet dus de eerste bal, in dat hele moeilijke elevated starter. Als je dat lukt, dan gaat hij... Oh. Ik krijg er een beetje gevoel voor. Kijk, kijk. En dan gaan de blauwe ook lopen. Nou, daar gaat hij. Eentje die heel hoog op mijn lijstje staat. Dat is gewoon niet te vinden in Nederland. En ik hoorde net van deze man dat er eentje te koop staat op een veiling. De eerste bal was al zonde. En als je dan... Kijk, zie je? Zag je wat er gebeurde? Je moet heel die puzzel compleet maken. Dat moet je niet vergeten, 1933. Ah. Zonde van het balletje, maar... Daar zat al een puzzelstukje. Step into the Twilight Zone. Mysterieus. Kijk nou naar deze pareltjes van kasten. Ze zijn helemaal custom gebouwd, omgetoverd, laten we het zo noemen. Gaan we naar kleur. En wat zien we? Een Twilight Zone. En een Addams Family in het zwart en wit. We zijn hier niet grafische trucjes aan het doen met filters enzovoorts. Dit is kleur en dit is gewoon zwart-wit. Hoe gaaf is dit niet gedaan? Ik ga zo vragen of ze te koop zijn en of ze ze naar Nederland kunnen versturen. Maar dat zal wel niet. We zijn hier in een seminarruimte. We gaan zo kijken naar een seminar van Nederlanders. Waar we mee lekker met ons reisgezelschap. Die gaan een verhaal vertellen over Magical. En hun avonturen en wat ze ermee gedaan hebben. We gaan dat niet helemaal filmen, maar kijk eventjes. Dadelijk wereldberoemd in Flipperland. En hun Magical staat op de vloer, op de beursvloer. En as they say in America, the biggest line in for to play a game is on their machine. Ze krijgen een trading card. Dan worden ze toegevoegd aan de Hall of Fame. Okay, good afternoon everybody. Thank you for coming to this lecture. My name is Max Rockmans. I'm a pinball collector from the Netherlands. We are here with the whole team. And we're here to tell you about our adventures with the Magic Girl. Did it in three years. And of course, I didn't do it alone. I did it with Jim. And also Max, he was our test player. There are a lot of comments. I got a lot of arguments with it because of the mini play field. He felt that it was not good enough, not strong enough. And I said to him, it's working. What do you care? And now I have to get the end game. So that's why I also decided to upgrade the power a little bit to 60 volts, because now the magnets are working correctly like it should be. Very powerful magnets, very powerful flippers, because the ramp was too steep for all the balls. So that's how we did it in a short... Special deal, you know, my game room is in my company and he is his workplace there. So he can have his workplace as long as he services my machines. And, you know, when I got to know him, he was always bragging about how good he is. So I thought, well, you know, and keep yourself a little bit down, but I have to say, he is really good. Make a presentation to Gerard. We're giving them trading cards. These trading cards are personal gifts from Bridget and Rob. They secretly engineered this, put it together, made this happen without them knowing that they were going to be honored on trading cards. At least that's the story. So the tradition of the trading cards
is very long. I mean, the Paolo's card is number 4,136. Wow. And Gerard, what is I cannot read it. 4,142. These cards commemorate the culture and the community, the milestones of the video game and esports and pinball world. They're made to just honor the incredible people who have brought so much happiness to the rest of us. So it's a pretty amazing process. And we're honored to give you your card, Gerard. Thanks, Walter. Your card, Pablo. Thank you so much. Thank you. Thank you for coming all the way to America to participate in this. We can do a picture. Yes, sure. Picture, picture. Hoe leuk is het nou om altijd een vlog te hebben zonder dat je weet wat je gaat doen? We werken zonder script en gewoon wat in ons opkomt, daar doen we het mee. En dat is wel eens lastig, je hebt soms wel eens inspiratie nodig, maar ik heb altijd wel idee dat de ideeën er wel uitspuiten. Neem dan bijvoorbeeld, je komt een Fred Young tegen, een stemacteur die op vele flipperkasten stemmetjes hebt ingesproken. Je komt een Steve Ritchie tegen, die je gewoon een grote knuffel geeft alsof het je vader is. Het is geweldig, onbeschrijfelijk, onbeschrijfelijk. So, come to the Dutch Pinball Museum, it is, and maybe the Force will be with you if you come. And remember, avoid the dark side, anger, fear, aggression, the dark side of things. Once you go down the dark path, forever it will dominate your destiny, consume you at will, like it did Obi-Wan's apprentice. But the Dutch Pinball, you will see interesting things, and may the Force be with you. Een van onze reisgenoten is die meneer, misschien heb je hem wel eens in het museum gezien, heeft een paar hele mooie spulletjes gekocht. Een Beatles komt naar ons museum. Hij is heel druk, van mij is hij maar aan het betalen. Zo meneer, hey. Bent u de Beatles aan het betalen? Ja. Ja. En wat heb ik gehoord? Hij komt naar het museum. Ja. Nou, dat vinden wij meer dan heel aardig van u. Ja. Ja. Maar je bent hem, ja. Ja, as we speak. Ja, maar passen er zoveel cijfertjes in een scherm? Ja, net aan. Dan moet ik hem zo We zijn bij de autograph session. Iedereen die iets betekent in pinballwereld zit hier. En je mag dan met je spulletjes langskomen om die dingen te laten signeren. Wij gaan onze klompen laten signeren. En die zullen dan uiteindelijk in het museum belanden. Dan kan je duidelijk eens kijken wie er allemaal een mooi verhaaltje opgeschreven hebben. Ik hoop dat er genoeg ruimte is, want er zijn er heel veel om te laten signeren. This is awesome. Sure. I'm a heel. But not the bottom. That is going to be on display. Oh, okay. From the bottom. If you can doodle, doodle. Can
gonna have to visit the Netherlands soon. Oh, in 2 weeks. So we've got the expo out in the Netherlands. Yeah. Join them. You can doodle, doodle. Eén van de twee of allebei? Eentje, ja. Maar wat je leuk vindt. Heeft deze man weer ook getekend? Ja. Maar dit is geen foto. Ja. Oh, die is gaaf. Well, it's about time I was approached to have my signature on here. I should be the whole thing, not all these other people. Yeah. Not on the bottom, but also going to be in this major too. Thanks. Zo, we komen net uit de signeersessie. We zijn even naar buiten gegaan. Ja, Chicago staat ook bekend als de Windy City. En dat hoor je dan waarschijnlijk ook wel in deze video. Maar kijk naar onze klompen. Ze zijn helemaal volledig gesigneerd met allemaal doodles. En net op de hak achter. Frenchie heeft een mooie Batman. We zitten met het idee te spelen om ze te gaan veilen. Of schaven, want het blijft natuurlijk hout. En met die opbrengst gaan we dan verdelen onder de armen. Dat doen we een beetje hier en een beetje daar. En uiteindelijk komen ze dan weer in het museum. Ja, en dan komen ze dan gewoon waar ze moeten zijn. In het pinballmuseum, de wereldberoemde houten schoenen. Iedereen hier op de beurs heeft het erover. Ja, wil je ze ook zien? Kom langs, dan met je eigen ogen de klompen bekijken. Nou mensen, het was een top weekend. We gaan naar het vliegtuigveld en in stijl. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any music at all. They kept on the blanket, sure plays a neat pinball. We zijn nu 5 dagen in Amerika en je praat een beetje raar na 5 dagen. This is Fred Young, he's a voice actor. Voice artist. Hele beroemde film. Waar gaat het nou eigenlijk om? You have to see it for yourself. Een wereldberoemde quote uit een hele mooie film. Waar gaat het nou eigenlijk om? De expo, is het nou, gaan mensen nou voor het flipperen, gaan mensen nou voor de seminars of het ontmoeten van je helden? Het is eigenlijk, ja dit gaat er ook bij, het is live action. Geef er gewoon zelf je draai aan en al gauw gaat het in je gevoel over flipperkasten. And may the force be with you. Oh, excuse me, Yoda. May the force be with you.